We zien dat het klimaat verandert. We zien een enorme biodiversiteitscrisis op ons afkomen. En tegelijkertijd weten we dat we heel veel woningen moeten gaan bouwen. Is dat wel te verenigen? Wij denken van wel. We hebben echt samen gezien, die oplossingen die zijn er. Maar dan moeten we afspraken met elkaar maken en die staan in het convenant. Het mooie van dit convenant is dat 1/3 van de woningen die gebouwd gaan worden, in deze twee regio's gebouwd gaan worden. Waar de bouwende partijen tegenaan lopen, dat is dat in één gemeente ze met 5 projecten bezig zijn en het voor elkaar weten te krijgen voor elk projectje andere ambities neer te leggen. Dit convenant zorgt voor een level playing field tussen eigenlijk alle gemeentes, maar ook voor alle bouwbedrijven en ontwikkelaars. Dat je eigenlijk weet waar je aan toe bent, zodat niet de ene gemeente dit vraagt, de andere gemeente dat vraagt. Ja, met dit convenant zitten we geen dromen te verkondigen. Nee, met het convenant laten we eigenlijk zien wat we vandaag de dag al kunnen. En een heel mooi voorbeeld is het project Horizons, waar we laten zien dat we eigenlijk natuurinclusief bouwen al lang kunnen. Gebouwen die energie leveren in plaats van gebruiken. Gebouwen die CO2 opslaan. Gebouwen die natuur herstellen. We laten eigenlijk zien dat het vandaag de dag al kan. Een mooi voorbeeld in Amersfoort in de Laan van Duurzaamheid. Daar wordt al heel duurzaam gebouwd, heel energiezuinig, maar ook met massief hout. En ja, dat geeft ook zo'n mooie beleving van die woningen als je erin staat. Ik ben erin geweest en ja, daar wil je wel wonen hoor. Dit convenant gaat ervoor zorgen dat we sneller, goedkoper en duurzamer gaan bouwen. Omdat we eenheid krijgen in ambities, eenheid krijgen in regelgeving. En door juist dingen standaard te doen, krijg je repetitie en gaat de kostprijs omlaag. Ik denk wel eens aan dat gesprek wat ik later met mijn kinderen heb. Hè, die over 20 jaar tegen mij zeggen, maar mam, wisten jullie dan niet dat er een klimaatcrisis was? En hadden jullie dan geen mogelijkheid om duurzaam te bouwen? En dat ik dan tegen ze moet zeggen, ja, dat wisten we allemaal wel en dat kon toen wel, maar dat vonden we niet mooi of dat vonden we maar lastig. Dat is niet uit te leggen. Dus dat motiveert mij ook om hier extra mijn schouders onder te zetten. Ja, het kan niet zo zijn dat we nu de woningen bouwen die straks milieudelicten zijn. Het is nu gewoon het moment om, nou ja, toekomstbestendig en kwalitatieve woningen te bouwen. Als we nu de juiste keuzes maken om de openbare ruimte goed in te richten, kunnen onze kinderen later ook nog op die plekken blijven wonen waar wij nu de huizen gaan bouwen. Dit overstijgt alle ambities. Dit gaat gewoon over verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid die moeten we gewoon met elkaar nemen. Ja, ik vind dat convenant. Vind ik ontzettend belangrijk. Ik geloof niet meer dat we zonder daar goed op te letten onze samenleving in stand kunnen houden. En het is ook wat mij betreft geen kwestie van geld, maar het is een kwestie van overleven. Mijn oproep is dan ook aan iedereen, of je nou bouwer bent, ontwikkelaar bent, bij de provincie werkt, een gemeentevertegenwoordiger, teken dit convenant en teken voor een volhoudbare, duurzame toekomst van Nederland. Dus doe mee!